Goedenavond, welkom op deze live uitzending over de Carola broek van Brax. En waarom de Carola broek van Brax? Omdat het een broek is voor dames met zware bovenbenen. En deze dames hebben het niet altijd gemakkelijk om aan de juiste broek te geraken. Heel veel broeken zijn voorzien voor dames met een buikje en in verhouding dunne billetjes. En ja, als je dan natuurlijk niet in dat scenario past, dan heb je ook graag een leuke broek. En dan is het soms moeilijk om de juiste broek te vinden. Hè? Wel, deze Carola broek van Brax is een broek, zoals gezegd, die geschikt is voor dames met een zwaarder bovenbeen. Het is niet zo evident voor dames om zichzelf in de juiste categorie te plaatsen. Heel dikwijls zeggen dames tegen mij, Homer, ik heb zware bovenbenen hoor. En dan bekijk ik de bovenbenen en dan zeg ik, helemaal geen zware bovenbenen. Dus dames schatten zichzelf toch wel regelmatig fout in. Hè? Wat zijn zware bovenbenen? Wel, zware bovenbenen zijn benen die uiteraard wat breder zijn, maar die ook in verhouding ronder zijn. En dat zie je ook aan deze broek. Ik ga het even tonen. Dat is de Carola broek van Brax. En daar zie je dat dus hier een bepaalde ronding is. Dat is geen rechte lijn naar beneden. Er is een bepaalde ronding. En dat is nodig omdat die heupen en die billen wat ronder zijn. En ze zijn ook wat zwaarder. En inderdaad, je ziet hier ook duidelijk dat deze broek een breder, meer breedte heeft op de bovenbenen. Om uiteraard meer ruimte te geven voor die zwaardere billen. Hè. Dan is er nog een andere kwestie. Dames die een zware bovenbeen hebben, hebben dikwijls in verhouding een fijne taille. En dat zie je dikwijls als ze een broek aandoen die niet speciaal voor hun voorzien is. Dan staan ze daar en zeggen ze, oh, maar ze is te breed hier op de taille. Ah, ja, ze hebben die extra breedte die in veel broeken voorzien is niet nodig. En dus deze Carola, je ziet dat daar een bepaalde ronding is en je ziet dat is achter hier onderaan het in verhouding merkelijk breder is en dat die taille in verhouding niet zo breed is. Hè. Dus ideaal om te voorkomen dat de broek hier achteraan open staat, zoals de klanten zelf zeggen. Dan, als je een zwaar bovenbeen hebt, dan kan je een grote fout maken door toch te gaan voor een skinny pijp. Hoe smaller de pijp is onderaan, hoe breder de billen gaan tonen. Dat is een gouden regel. En natuurlijk, Brax kent deze regel. En bij de Carola broek werd dat toegepast. Want inderdaad, je ziet ook hier onderaan dat die pijpen niet skinny zijn. Die zijn niet zo supersmal. Want het zou echt niet mooi zijn. Een zware bil en daaronder een heel fijn pijpje. In verhouding gaat die bil nog zwaarder tonen. En die billen en het achterwerk gaat in verhouding nog zwaarder tonen. Nog een typische eigenschap voor deze broek is de hoogte. Kijk eens, de hoogte, de taillehoogte van hier tot aan het kruis, die is vrij hoog. En dat is nodig. Door de ronding op het achterwerk is er een hoge taille nodig. En dat voorkomt ook als je een bepaalde beweging naar voren maakt, dat je telkens die broek moet gaan optrekken, omdat ze te laag zakt. Bij de Carola blijft die broek mooi hoog zitten. En dat is toch wel, wordt toch wel door heel veel dames beschouwd als een heel comfortabel gevoel. Hè? Voilà. Dus denk jij dat je een zwaarder bovenbeen hebt? Ga eens naar de website, Daphne Fashion, broeken, en je kiest zware bovenbenen en je kan zo het assortiment bekijken. Of natuurlijk gewoon eens langskomen in de winkel en dan gaan we samen eens kijken welke modellen en mogelijkheden er zijn voor uw typische lichaamsvorm. Hè. Zo, ik hoop dat u het leuk vond en ik was in ieder geval vereerd om het voor u te mogen doen. Bedankt dat je erbij was en ik wens u nog een fijne avond. Tot bij de volgende gelegenheid. Dag!